Hey, ik ben Chesto, welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En er is echt iets kuts gebeurd. Godverdomme, ik heb hier echt fucking echt heel de dag mee over nagedacht. Over hoe dit mij nou weer heb kunnen gebeuren dat mijn telefoon naar de klote is. Want kijk jongens, het iPhone probleem wat elk jongetje sowieso wel heeft gehad en elk meisje, is dat je iPhone is gebarsten door geen enkele reden. Ik ga jullie uitleggen in deze video wat er is gebeurd en waarom ik vind dat Apple op dit soort momenten echt gewoon kut is. Dus laten we daar natuurlijk gewoon mee beginnen. Zoals ik natuurlijk elke ochtend doe als ik naar school fiets is, ik heb hier mijn oortjes altijd bij me en die doe ik in mijn telefoon zodat ik muziek kan luisteren. Nou, helemaal niet speciaal of zo, iedereen draagt oortjes met muziek erin, maar ik doe niet mijn telefoon in mijn zak als ik mijn Nike Tech vliesbroek aan heb. Omdat je dan de oortjes niet lang genoeg zijn als je hem ook nog onder je jas doet. Dus ik doe het in mijn jasje. Waar de ritsen zitten, dus aan deze kant hier zo. Daar heb ik hem in gedaan. Nooit problemen mee gehad. Tot vandaag dus dat ik op school aankwam en mijn fiets afstapte om hem in de fietsenrek te zetten. Mijn scherm zat dus met deze kant naar buiten toe. Dus hij zat, laat maar zeggen, ik doe het even zo, want anders moet ik het net opstaan. Hij zat zo naar buiten. En wat ik altijd al had aan deze telefoon is, als ik hier een klein beetje drukte voordat ik dus deze barst had, voelde ik een heel klein verschil als je erin drukte, dat je, laat maar zeggen, een beetje naar beneden kon duwen. Dus er zat iets van lucht tussen, of het scherm was een beetje los op dit moment. Dat was op dat moment aan mijn hand. Dus, ik stap van mijn fiets af en mijn stuur die slaat dubbel. Wat er met de stuur gebeurde is dat het handvat van mijn stuur tegen mijn telefoon aansloeg. Ja, dan kan je wel een leuk hoesje eromheen hebben, maar je scherm die protect die niet op dat moment. Ik niet weten wat er aan de hand was. Dus, loop naar boven toe en ik haal mijn telefoon aan mijn jas om mijn muziek uit te doen. En ik kijk naar mijn scherm en ik zie opeens een hele barst aan zitten en denk, oh mijn god, hoe heb mij dit nou weer kunnen gebeuren? Het is echt een lelijke barst ook. Hij zit gelukkig niet heel erg in mijn scherm. Een heel klein beetje, maar ik weet niet of ik het kan laten zien. Even wachten. Moet ik wel even goed naar mijn Twitter gaan bijvoorbeeld. Je ziet wel dat hij deels in mijn beeldscherm zit. Kijk maar. Ik weet niet of je het goed kan zien. Ja, je ziet hem goed. Hij zit gewoon in mijn beeldscherm. Klaar, uit. En hier ook een lelijke beschadiging. Hier zo. Deze is echt vies hier zo. Deze barst. Daardoor komt het gewoon, echt. Ik ga hem sowieso laten maken, maar niet op dit moment. Want als ik hem nu ga laten maken, kost het €160 voor een plaatje. What the fuck, daar heb ik gewoon een iPhone 4 voor. Dus ik kan net zo goed een nieuwe iPhone 4 kopen dan ik een iPhone 6 laat maken. Dus wat ik ga doen, is ik ga met de verzekering even iets afspreken of zo. Waardoor ik hem een halve week kwijt ben, dan krijg ik een leentelefoon. En omdat ik ook een verzekering erop heb, dan krijg je voor een halve week of hoe lang het ook duurt een leentelefoon. Waar ik dan even Twitter op download, maar gisteren op download WhatsApp. Eventueel YouTube, et cetera. Maar het is gewoon irritant, weet je. Ik vind gewoon dat Apple iets met het glas moet doen waardoor het iets steviger is. Want punt 1, er zat dus gewoon een Apple hoesje omheen. Kijk, het is een echt Apple hoesje. Mocht je hem niet geloven, kan je het hier aan de binnenkant zien. Dus, weet je. Ik weet niet wat ik over moet zeggen. Steve Jobs, je leeft niet meer. Maar je glas had je wel wat beter mogen doen. Maar ja, weet je, dit kan iedereen gebeuren. Ik denk dat de meeste iPhones op dit moment zo uitzien. En ik heb nog geluk dat hij niet door heel mijn beeldscherm heen is gespat. Want als dat was geweest, dan had ik helemaal de lul geweest natuurlijk. Maar ja, we gaan het wel regelen. Binnenkort heb ik dan weer gewoon een mooi nieuw schermpje eroverheen. En als de iPhone 7 uit is, ga ik sowieso de iPhone 7 halen. Dus dit dingetje heb sowieso wel als zijn werk gedaan. Die moest doen in ieder geval. Ik bedank jullie voor het kijken in deze video. Ik zie jullie morgen om 3 uur weer bij een nieuwe video. En Tom komt precies over een week hier naartoe. Dus als je deze video kijkt, Tom is hier ook precies over een week. Eens laatste nog even over de meeting zeg. De meeting op 24 april gaat niet door, dus niet jongens. Waarom het mag niet zo 1, 2, 3 een meeting geven vanwege overlast. Maar ik ga het gewoon even voor jullie uitregelen of uitzoeken. En misschien iets anders proberen te regelen. Dus, bedankt voor het kijken. Tot morgen om 3 uur precies. Bij weer een nieuwe video, zal ik wel zeggen jongens. Doei.